Goedemiddag, volgens mij zijn wij live met het derde SBRB-webinar. Welkom allemaal. En dit is tevens de laatste versie, editie van de SBRB. En samen met Martijn van Delft van Allnemics wordt deze webinar weer georganiseerd. Martijn zal straks de presentatie geven. Ik ben Marco Bolt van Omnidots en ik praat het een beetje aan elkaar. We proberen de webinar een beetje interactief te houden. Dat betekent dat er af en toe wat vragen worden gesteld door Martijn. En dan kun je met de poll gebruik maken om antwoorden te geven op de vragen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf wat vragen te stellen. Dat kan gewoon tijdens het webinar. Kun je gewoon de chat gebruiken en dan proberen we of meteen antwoord te geven of aan het einde. Dan moeten we even kijken hoe het beste loopt. Komen we niet aan alle vragen toe, dan zullen we na de webinar de vragen via e-mail wel gaan beantwoorden. Als de webinar is afgelopen, dan is er ook een mogelijkheid om om het vragen te beantwoorden en feedback te geven, zodat wij de webinars verder kunnen verbeteren. Nou, dan wil ik nu graag het woord geven aan Martijn en ben benieuwd. Hallo Marco, bedankt voor de inleiding. Wederom bedankt voor de inleiding. Hè. Inderdaad, de derde in de serie. Ik ga vandaag praten over het rapporteren en hoe kijken we naar de metadata. Ik denk een zeer interessante lezing, want meten, ja, dat is vrij eenvoudig. Maar hoe ga je nu met die meetresultaten om? Heel belangrijk. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon meteen beginnen. De presentatie. Trillingsmetingen hinder voor personen. Ik moet even kijken of ik hem zelf naar de volgende kan krijgen. Ja. In lichtblauw zie je hier wat ik reeds besproken heb in voorgaande webinars. Dat is een beetje de historie en de apparatuur. En hoe de SBRA zich verhoudt tot SBRB. En in deze webinar gaan we het hebben over het meten en rapporteren. Wat eigenlijk heel belangrijk is, is ja, zien we dit nu als een black box? Hè? Dus als een zwarte doos. Dus we meten gewoon en poef, daar komt meteen een rapportage uit. Nou, helaas, ik moet u wel een beetje teleurstellen. Een heel belangrijk ding is dat we toch goed naar de meetdata kijken en het zaakje analyseren. En er komt er heel veel op neer dat je kijkt naar de data en je kijkt van zijn er verstoringen in de data? Want als de meting perfect is verlopen, dan is het geen enkel probleem. Ja, dan kun je bij wijze van spreken op de knop drukken en dan zie je gelijk de juiste resultaten. Maar je moet toch even kijken van heb ik ook dat gemeten wat ik eigenlijk daadwerkelijk wil meten. Dus wij noemen dat met een mooi duur woord, noemen we dat analyse. En als je dan die analyse afgerond hebt, dan pas kun je natuurlijk je rapportage maken. Nou, aan de hand van twee projectvoorbeelden wil ik dat aan jullie gaan uitleggen. Het eerste project is een project waarbij de aanleiding voor de metingen hinder door verkeer is. En zoals je wellicht kunt zien hier aan dit plaatje, dat er nogal wel flinke vrachtwagens ergens door een straatje heen rijden. En de mensen die naast of aan dit straatje wonen toch nog wel wat hinder hebben door de trillingen. Nou, wat moet je dan doen als je geconfronteerd wordt met een dergelijk project? Je moet natuurlijk zaken voorbereiden. Ja? Wat heel belangrijk is bij hinder, is dat je eigenlijk lang genoeg meet. Dus minimaal ook een week meten en ook in ieder geval de zaterdag en de zondag meten. Want die zijn vaak afwijkend. En dat kan afwijkend zijn in een positieve zin. Maar het kan ook zijn ja, dat het in negatieve zin afwijkt dat er juist meer trillingen zijn op die dagen. Dus dat moet je echt meenemen. Een ander zaakje wat ik eigenlijk altijd graag doe, of iets wat ik graag zou willen doen, is het meten op met meerdere meetpunten. Want als je maar op één punt meet, dan is het kijken van is dit nou een trilling van een vrachtwagen die voorbij komt rijden of niet, wordt toch een stukje lastiger. En als je met meerdere meetpunten hebt, dan zul je zo'n vrachtwagen eigenlijk bij wijze van spreken voorbij kunnen zien rijden. En dan kun je eigenlijk veel makkelijker concluderen van nou, dit is niet een trilling die zomaar alleen maar op dat meetpunt heeft plaatsgevonden. Maar dit is een meetpunt die van een vrachtwagen die langs is gereden. Dus een externe trilling als het ware.
vrij belangrijk, dacht ik zo. In dit geval is het een klein dorpje in het noorden des lands. Het meetpunt is aangedragen door Omnidots. Ze hadden een tweetal bewoners die aangaven dat ze nogal vrij veel last hadden van trillingen van vrachtwagens die bij hun door de straat heen kwamen. En we hebben dus twee meetpunten ingericht, zoals je hier kunt zien. En ja, die meetpunten, je moet natuurlijk zorgen dat het allemaal goed ingesteld staat. Hè? Zorgen dat je de juiste waardes hebt. Met andere woorden, je zegt hier, je zegt dat de richtlijn SBRB is, 2002. De gebouwfunctie is wonen, het zijn gewoon woningen. Je tikt in dat het herhaald voorkomende trillingen zijn. En het is een bestaande situatie. Omdat het hier geen speciale terrein is, fabrieksterrein, waarbij je eventueel een lagere beschermingsgraad zou kunnen hebben, staat dit uit. En in feite zijn dit je instellingen. Het is vrij eenvoudig om een apparaatje ja, zodanig in te zetten of aan te zetten dat hij op de goede manier meet. Hier nog even de situatie bij de woning. Je ziet de straat aan de rechtse kant. Er zit een heel klein voortuintje en meteen achter dat raam met die ventilator, daar is een kamertje waar de trillingsmeter is geplaatst. En wat we dus ook gedaan hebben bij deze meting is niet alleen in de woningen gemeten, maar we hebben ook een meter gehad direct aan de buitenzijde van de woning, zodat we ook een SBRA-meting konden doen. Nou, even nog een fotootje van hoe er binnen gemeten is. Je ziet hier de sensoren gewoon op een mooie plaats staan. Ze hadden misschien iets netter nog neergezet kunnen worden, maar het is zoals het is. En we gaan gelijk maar gewoon beginnen. Ja? Ik heb een hele hoop grafiekjes die ik jullie wil laten zien. Dus hou je vast, zou ik zeggen. Ik heb altijd geleerd, als je naar een grafiekje kijkt, kijk eerst eventjes naar de assen, zoals dat zo mooi heet. En kijk dan naar het plaatje zelf. Dus wat zien we hier? We zien hier een tijdschaal, dus we kijken in de tijd. En we zien hier, als we heel goed, ja, ik weet niet of jullie de lettertjes goed kunnen zien, maar ik zal het gewoon elke keer gewoon uitleggen. Je ziet hier 28-9, dus 28 september. En dan zie je hier 29 september, 30 september, et cetera. Dus je ziet hier meerdere dagen meting. En je ziet hier op de verticale schaal zie je de maximale waarde in millimeters per seconde. Dus dat noemen wij de V-top. Wat je ziet is eigenlijk dat ja, overdag zijn er vrij veel trillingen. En 's avonds wat minder, hè, of nagenoeg geen. En je ziet eigenlijk wel dat er ja, de trillingen, dat ze boven de, je ziet hier 0,2 en 0,4, dat ze boven de 0,3 millimeter per seconde uitkomen. En dat zijn voor mensen goed voelbare trillingen. En als ik dan SBRA bekijk voor schade aan woningen, dan ja, ben ik altijd geneigd om meteen maar eens even te kijken naar die hele hoge trilling die er is. Dus waar dat oranje pijltje bij staat. En dat in een beoordelingsgrafiekje te zetten. Dus al die puntjes die je ziet, die zijn ook allemaal vergezeld van een frequentie. En dat resulteert dan in een grafiekje waarbij je horizontaal die frequentie uitzet en verticaal die hoge piekjes als het ware. Nou, hier is de schaal iets vergroot, dus hier gaat die tot 9 mm per seconde. Dus dat ene pijltje wat ik daarnet aanwees met die trilling die net boven de 1 mm zat, die zie je hier ook. Die zit hier ook net boven de 1 mm. En wat je hier ook ziet, dat zijn die lijnen, die doorgetrokken lijn die je ziet. Die twee stippenlijntjes, dat zijn in feite waarschuwingswaardes. Die doorgetrokken lijn, die geeft eigenlijk aan wat de grenswaarde is voor de SBRA. En de conclusie is eigenlijk voor SBRA, dus als deze mensen schade aan hun woning zouden vrezen, dan is die in feite ja, minder dan 1%. Ja, dus wij praten in de trillingswereld altijd over kans op schade. En in dit geval is die schadekans kleiner dan 1%. Wat betekent dat dan? Nou ja, dat betekent in feite als je 100 keer een meting doet en hij ligt precies op die grens,
Ja, dat je in 1 op de 100 gevallen dan scheurtjes in pleisterwerk zou kunnen krijgen. Hè? Dus we praten absoluut niet over instortende gebouwen of zo. Maar met schade wordt heel vaak, zeker bij trillingsmetingen, wordt gesproken over kleine scheurtjes in metselwerk of in pleisterwerk. Hè? Dus als je denkt van ik heb schade aan mijn woning, ik zou zeggen ga eerst naar de badkamer en kijk naar de tegeltjes daar. En kijk dan heel goed naar de naden. Daar zal het eerste gaan scheuren. Dus ik kan deze mensen, deze bewoners, kan ik eigenlijk aan de hand van de SBRA-meting eigenlijk al geruststellen dat er waarschijnlijk heel weinig kans op schade is. Het kan natuurlijk altijd zijn dat je huis precies op het randje staat. Hè? Dus dat die niks meer kan hebben. Als er dan een vrachtwagen voorbij komt, heb je toch schade. Hè? Dan zit je nog net in die groep met hele kleine kans op schade. Dus er is geen keiharde grens te trekken. Nou, ik wil toch nog dat ene puntje, ja, wil ik toch eens even kijken van, is dat nou ook echt een vrachtwagen die voorbij is gereden? Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand heeft gezegd van, joh, we tikken even tegen die sensor aan en dan hebben we lekker een hoge waarde. Nou, dan ziet het er in ieder geval niet uit zoals je op deze slide ziet. Want wat je hier ziet zijn twee grafiekjes. Het bovenste grafiekje, dat is wederom de tijd. Alleen hier zie je maar een aantal secondes. Dus niet de hele meting, maar je ziet hier ja, iets van 4 à 5 seconden van een meting. En wat je eigenlijk ziet is dat ja, de één trilling die begint een beetje rustig en dan wordt die steeds hoger en dan dimt die weer uit. Ja, als je dat in 4 seconden aftelt, ja, dan is dat niet een klein tikje tegen een sensor aan, maar dit is echt een trilling die voorbij komt als het ware. Wat ik ook belangrijk vind altijd is van ja, welke frequentie is dat nou? Hè? Hoe vaak gaat dit nou echt op en neer? En dan kijk ik naar een soort frequentieplaatje. En dan, ja, ik begrijp dat jullie de schaal niet kunnen zien, maar hier staat 0, 5, 10. Dus het zit tussen de 0 en de 5 hertz. Dat is een hele lage frequentie. En dat klopt ook. Hè? Dus een vrachtwagen die voorbij komt, die geeft ook een lage frequentie. Want die frequenties die heel hoog zijn, die worden uitgedempt door de grond. En tegen die tijd dat het bij zo'n woning is, dan hou je in feite alleen maar die lage frequenties over. Als iemand met zijn vingertje tegen de sensor aantikt, dan zou ik verwachten dat de frequenties veel hoger zullen zijn. Hè, dan kom je in de buurt van de 20 en de 40 en de 80 hertz. Dus eigenlijk is onze conclusie van, nou, voor SBRA ja, heb ik daadwerkelijk de goede trilling gemeten. Ik heb de maximale trilling gemeten. En ik zie ook dat die maximale trilling ruim onder de waarde blijft. Nou, dan gaan we over naar de SBRB-meting natuurlijk. Want daar ging het eigenlijk om. Hè? We gingen eigenlijk kijken van, hebben deze mensen last van hinder? Hè? Maar in ieder geval, het schadeverhaal hebben we eventjes meegenomen. Dat is een soort bonus, zal ik maar zeggen. De SBRB-meting zie je ook weer een grafiekje hier. En wat je hier ziet is ook weer een meting over meerdere dagen. En ik heb even met een grote pijl aangegeven de zondag. Die had ik natuurlijk zonder pijl ook wel kunnen laten zien. Want op de zondag wordt hier echt rust gerespecteerd. Ik weet niet hoe christelijk dit dorpje is. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat ze met z'n allen in de kerk zitten. Maar ja. Ik kan dat niet beoordelen. Wat ik wel zie is dat er dus op zondag geen vrachtwagens of ander verkeer trillingen veroorzaakt. En ook dat er ja, zeer waarschijnlijk ook geen bewoners in die ruimte zijn geweest waar is gemeten. Wat we ze ook gevraagd hebben overigens. Dus, wat we wel zien is af en toe een hoog piekje. Ja, de piekjes zijn wel wat minder hoog. Omdat, realiseer je, dit zijn de trillingen gemiddeld over 30 seconden. Dus elk piekje wat er gemeten wordt, dat is eigenlijk een gewogen gemiddelde per 30 seconden. Wat je ook ziet, zijn horizontale stippenlijntjes die heel dicht bij de nul zitten. En dat zijn eigenlijk de periodes waarin het gemiddelde van een dagdeel wordt bepaald. Dat zijn in feite ook de waardes die je gaat gebruiken voor het beoordelen. Nou, dan kijken we even in een tweede systeem, hè? Dus het systeem wat in het andere huis staat. En wat zie ik daar? Nou, dan zie ik daar dat op zondag wel een heel klein piekje is geweest. En waarom zeg ik heel klein? Omdat ik hier op deze schaal zie dat het 0,1 millimeter per seconde is. En dat is eigenlijk voor mensen niet eens voelbaar. Hè? Dus dat zijn geen voelbare trillingen. In deze woning zie ik ook dat de trillingen onder de 0,3 zo'n beetje blijven.
Dus bij deze woning verwacht ik eigenlijk dat de bewoners veel minder last van de trillingen zullen hebben als bij de vorige. Ik ga nog even eentje terug. Je ziet dat die piekjes wat hoger zijn. Niet heel veel hoger, maar wel een beetje hoger. Nou, en dan is de vraag van, is zo'n vrachtwagen, hè, zo'n hoge piek, als ik daarop inzoom, zie ik hem dan echt precies in de tijd? Nou, ik kan gewoon inzoomen en dan kom ik op zo'n punt dat ik de horizontale schaal helemaal ingezoomd heb. Dus hier zie je eigenlijk, elk streepje is 5 seconden. Ja, elke keer 5 seconden verder. En je ziet hier dan een piekje op 10:51:30. Ja, in feite is de maximale trilling hier is geregistreerd op 10:51:29. Ja. Zit die dan ook, als ik kijk, in het andere meetpunt? Hè? Heb ik die hele hoge waarde dan ook in het andere meetpunt? Ja, daar zie ik hem namelijk ook voorbij komen. Alleen daar is hij wel wat een heel stuk kleiner. Ja? Maar precies op hetzelfde tijdstip. Dus ondanks dat er 2 aparte apparaatjes zijn, ja, zit er een tijdklok in die heel nauwkeurig die tijd in de gaten houdt. En als er dus iets voorbij komt rijden, ja, dat is maar secondenwerk natuurlijk, om van het ene woning naar de andere te komen. Dat valt eigenlijk binnen hetzelfde interval. Ziet er heel goed uit. Nou ja, dan ga je in feite, ga je in de grafiekjes scroll je naar beneden, en dan kom je in een tabel terecht. En die tabel is vrij lang, maar ik heb vanwege de grootte van de lettertjes, laat ik alleen eventjes de eerste 3 regels zien. Je ziet eigenlijk de datum, wanneer er is gemeten. Je ziet de periode, dus de dag, de avond en de nacht. En dan zie je een hele hoop getalletjes achter elkaar. De eerste rij met getalletjes, of de eerste kolom met getalletjes, is de Vmax in de X-richting. Dan in de Y en in de Z-richting. Dus dat zijn de eerste 3 getalletjes. Dat zijn de maximale waardes. Dan heb je de gemiddelde waarde per periode. Dat is ook weer in X, Y en Z-waarde. En dan de laatste 3 getalletjes van iedere regel. Dat is de A1, de A2 en de A3 waarde. En dat zijn in feite de waardes waarop gecontroleerd wordt. Nou, moet je dat zelf doen? Nee. Dat doet de software voor je. Dus hij kan meteen in de laatste kolom, dus die ik hier aangeef met die blauwe pijl, daarin geeft hij aan of die voldoet aan de SBR, ja dan nee. Nou, hier zie ik eigenlijk gewoon 3 keer voldoet. Dus in feite hoef ik ook niet verder te kijken of er nog verstorende trillingen zijn geweest. Want als die er zijn geweest, ja, dan voldoen die in feite ook al aan die SBRB. Nou, die tabel is natuurlijk veel langer. Hè, dus nu is het waarschijnlijk helemaal niet meer leesbaar. Maar ik heb er wel een paar pijltjes bij gezet. Je ziet eigenlijk dat er op 2 momenten in de hele meting eigenlijk een moment is geweest van, hé, daar voldoet die niet. Ja, dus je hebt dat met dat oranje pijltje helemaal bovenaan en met die blauwe pijl daaronder. En voor de rest zijn alle periodes die voldoen. Ja, dus voor mij als meetdeskundige is dat best prettig. Ja, want ik kan dan gewoon in feite alles wat voldoet meteen eventjes aan de kant schuiven en mij focussen op die 2 periodes die niet voldoen. Nou, dan, dat doe ik dan ook. Hè. Ik hoop dat het leesbaar is. Marco, is dit een beetje leesbaar in het rode kader? Ja, ik kan het wel zien. Jij kan het zien. Ja. Nou, dan hoop ik dat de anderen het ook een beetje kunnen zien. Ja, ik heb er nog even tabel 3 bijgepakt. Ja, uit de SBRB-richtlijn. Ik heb even geel gemaakt welke situatie hier van toepassing is. Ja, wonen in dit geval. En als ik dan kijk naar de dag en de avond, dan zie ik dat daar in principe als de trilling kleiner is als 0,2 mm per seconde, dan voldoet het meteen. Nou, laten we eens even kijken. 0,2, ik zie hier 0,35, 0,86 en 0,22. Nou, dat is beduidend hoger als die 0,2. Nou ja, dan moet ik nog eventjes iets verder kijken. Dan moet ik kijken of de waarde kleiner is als 0,8. Ja, als hij kleiner is als 0,8, dan moet ik nog even kijken naar het gemiddelde. Maar ik ga eens even kijken, is hij kleiner als 0,8? Nou, deze waarde wel, dus de X en de Z, die voldoen wel. Maar de Y-waarde, die is 0,86. Ja, en in mijn beleving is 0,86 is groter als 0,8. Dus de software is dan ook keihard. Hè? Als een mes snijdt hij door de boter en dan zegt hij hier, voldoet niet. Ja, dus dat is de reden waarom hier in de laatste kolom bij de opmerking voldoet niet staat. Ja, is groter als 0,8, einde verhaal. Oké, nou, in feite
zijn we nu klaar met deze analyse? Ja, ik weet voldoende om mijn rapport te gaan schrijven. Ja, dus mijn analyse en conclusie is SBRA, de kans op schade is kleiner dan 1%. En SBRB, nou, laten we het daar nou eens eventjes over hebben. Ja, ik heb deze sheet gemaakt en ik wil eigenlijk van mijn deelnemers, wil ik eigenlijk wel eens weten. Dus ik zal even een vraag poneren. Even kijken of ik hem zo snel mogelijk kan vinden. Ja, en jullie mogen daar 30 seconden over nadenken. Vooruit, 30 seconden is best veel. Hè? Is dit wel een herhaald voorkomende trilling? Hè? Die ene grote trilling van 0,86. Hè? Is dat een herhaald voorkomende trilling? En als het goed is, kun je aan de rechterkant in het scherm kun je een antwoord geven. Geef mij de gelegenheid om even een klein slokje koffie te nemen. De antwoorden stromen al binnen. Dus er wordt ja. Nagedacht. Ja, het is een spannende reden. Ja. Nou ja, het is een beetje 50-50. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Die maximale trilling die gemeten is, ja, behoort eigenlijk wel tot iets wat herhaald voorkomt. Ja, met andere woorden, het juiste antwoord in mijn beleving is ja. En het verbaast me wel dat er een hele hoop mensen zeggen van nee, dat is maar één keer, dus dat doen we niet, doet niet aan mee. Dus een herhaald voorkomende trilling is eigenlijk een trilling die herhaaldelijk voorkomt, maar natuurlijk de maximale waarde, die komt natuurlijk maar één keer voor. Dus hij valt wel in de categorie herhaald voorkomende trillingen. Of herhaald, trillingen van verkeer. Ik heb nog een tweede vraag. Even kijken of ik die kan starten. Ja, de vraag is, 0,86 groter dan 0,8? En het gekke is, je kan 3 antwoorden geven. Ik ben benieuwd. Mensen moeten toch even nadenken, Marco, denk ik. Ja, en vooral natuurlijk van, ga ik een antwoord geven of doe ik dan toch maar optie 3? Eigenlijk ga ik die vraag eigenlijk maar eens aan jou stellen, Marco. Ik vraag me natuurlijk ook af van, ja, de software die geeft gewoon keihard aan van voldoet niet, want 0,86 is groter dan 0,8. Ja, en ik kan me voorstellen van, ja, ho, wacht eens even, ik doe een meting. En daar zit natuurlijk een meetonnauwkeurigheid in. Hè? En daar praten we eigenlijk meestal niet over, over meetnauwkeurigheden en meetonnauwkeurigheden. Maar we weten eigenlijk uit de SBRB dat het plus of min 10% kan zijn, zo'n beetje. Dus eigenlijk wat er gemeten is, die 0,86, zou ook nog wel eens 0,79 nog net kunnen zijn. En daar zou het dus wel voldoen. En ik kan me herinneren, als ik in de auto stap en ik gebruik mijn GPS-snelheid en ik vergelijk dat met mijn meetwaarde van mijn snelheid in de auto, ja, dan geeft die altijd wat minder aan. Dus de vraag is eigenlijk van, geven die Omnidots-apparaatjes, geven die hetzelfde aan als een snelheidsmeter in een auto, Marco? Ja. Nou ja, je zei het net al, hè? Die software is onvermiddellijk. Ja. Het is net als niet precies, juist niet zoals in een auto. Daar heb je natuurlijk slijtage op je banden. Dus de diameter van je wielen varieert eigenlijk. En hier is het gewoon, wordt gewoon keihard op zekere hoogte afgerond. Maar wel gewoon afgekapt en de waarde getoond die gemeten wordt. Ja, oké. Okay. Dus het is dus echt de waarde zoals die is. Hè? Ja. Je moet er eigenlijk als ingenieur zelf nog bij nadenken. En zeggen van ja, weet je, als die heel dicht bij de grens ligt. Ja, dan zou het natuurlijk wel een beetje spreiding in kunnen zitten. En kan natuurlijk ook iets hoger of iets lager zijn. Ja? Dus in feite, de mensen die antwoord 3 hebben aangegeven. Ja, die hebben eigenlijk goed nagedacht. Ja. Maar ook mensen die antwoord 1 hebben aangegeven. Die, ja, weet je, soms moet er gewoon een grens zijn. Hè? En inderdaad, 0,86 is groter dan 0,8. Maar hou in je achterhoofd van, jongens, er zitten ook altijd meetonnauwkeurigheden in. Straks bij het tweede voorbeeld zal ik dat nog eens even heel, heel duidelijk laten zien dat het toch wel heel tricky is om alleen maar uit te gaan van de feitelijke meetwaarde zoals die gemeten wordt.
Oké, dus ja, dus de discussie is eigenlijk van ja, wat gaan we nu in het rapport zetten? Hè? Er is natuurlijk wel één keer een waarde geweest die hoog is geweest. Komt het vaak voor? Ja, we hebben ongeveer een week gemeten en ik heb even geteld, maar er waren natuurlijk maar twee momenten in de hele week dat er eigenlijk een trillingje was die iets te hoog was. Dus hebben de mensen nu echt een probleem daar? Nou ja, strikt genomen ga ik in het rapport dan zetten van we hebben een week gemeten met twee systemen en in één systeem is er tot twee keer toe een waarde gemeten die niet voldoet aan de SBRB. Wat er dan verder nog in komt in het rapport, ja, dat laat ik in feite dan over aan, of tenminste wat er verder gedaan wordt met zo'n rapport, dat laat ik feitelijk over aan degene die het rapport krijgt. Ja, ik geef eigenlijk alleen maar aan van wat er gemeten is en dat er in feite twee keer een overschrijding is geweest van de SBRB-richtlijn. En hoe strikt daarmee wordt omgegaan, dat is in principe nog iets wat dan uitgevochten moet worden. Ik wil verder gaan naar het tweede case. Ja, iets wat ook vaak voorkomt in Nederland, dat is treinverkeer en bebouwing die daar vlakbij zit. En in dit geval is er een bewoner die gevraagd heeft van kunnen jullie eens een keer een trillingsmeting bij ons doen? En via een wederzijdse kennis van Georent mochten wij daar meten. Zij waren daar geluidsmetingen aan het doen. En ik zeg, nou, ik heb toevallig binnenkort een webinar en ik heb een mooi voorbeeld nodig voor SBRB. Dus mag ik hier dan meten? En dat was goed. Dus de aanleiding is hinder door treinverkeer. De vraag is, zijn de zaterdagen en de zondagen dan zo afwijkend? Ik verwacht dan minder, ja, maar ik wil ook minimaal wel een week meten en misschien nog wel iets langer. Je hebt wel eens van bij treinverkeer natuurlijk variaties in de weekenden en door de weeks, maar je hebt ook variaties in de dag en in de nacht. En er zijn misschien ook wel eens periodes dat men het treinverkeer aanpast aan de seizoenen. Dus je zou bijna nog wel kunnen zeggen van ik meet niet een week, maar ik ga ook wel eens een keer langs als het een keer weer een ander seizoen is om te kijken of dat een invloed heeft. In dit geval, het project aanschouwende, heb ik ook gekeken naar van ja, waar gaan we de trillingsmeter neerzetten? Ja, hebben we een plek waar we de trillingsmeter veilig en onverstoord neer kunnen zetten? Dus een verstoring door bewoners wil ik natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. En ja, wat eigenlijk ook wel belangrijk is, is dat je van tevoren eens een predictie maakt. We hebben tegenwoordig een hele hoop meetdata waarbij we kunnen analyseren en van tevoren kunnen voorspellen wat de trillingen zullen zijn. En die predictiemodellen, die behoeven nog steeds fine-tuning. En waar je het meeste van leert, is dat je een predictie maakt en dat je dan de meting doet. Want als je eenmaal de meting hebt gedaan, dan ja, ga je er toch anders mee om. Dus wij noemen dat een klasse A-predictie. Dus een predictie dat je eigenlijk het antwoord nog niet weet. Ja, er zijn heel veel mensen die post-dicties doen. Hè? Dus je gaat een predictie maken als je het antwoord al weet en je hebt de meting al gedaan. En dan kun je achteraf aantonen van, zie je wel, ik heb een heel goed model. Ja, dat is altijd achteraf, vind ik. Dus ja, weet je, deze bewoners die zitten midden in het mooi dorpje waar de treinen dwars doorheen rijden. Zoals u op dit plaatje kunt zien, de afstand tussen het spoor en de zijgevel van de woning, die was iets van 27 meter. We nemen het midden van het spoor wat het dichtst bij is, tot aan de voorgevel. Dus ja, zo ver zat deze bewoner nog niet vanaf, maar er waren ook wel huizen in de buurt die nog dichterbij stonden. Dus ik kan me nog wel voorstellen dat andere huizen misschien nog wel meer last hebben van trillingen dan deze bewoner. Nou, eens even een fotootje. Woont ook vlakbij een overweg. Achter die mooie grote boom en onder die gele pijl, daar woont deze bewoner. En wat je dan ook gelijk ziet is, ja, het zijn natuurlijk niet alleen trillingen van het spoor, maar er rijden ook wel vrachtwagens over die overweg heen. En ook die geven trillingen. Maar dat zijn in principe ook trillingen die ja, extern zijn, hè? Dus buiten de woning plaatsvinden. En dat kan natuurlijk ook trillingsoverlast geven.
Nou, laten we eens even kijken naar de woning zelf. Ja, hele mooie woning. Onder de boom. Waar zouden we de SBRA trillingsmeter plaatsen? Zouden we dat plaatsen bij dat mooie witte stoeltje daar wat bijna tegen de gevel aan staat? Of toch nog maar ergens anders? Misschien dat... Marco, weet jij het? Ja. Waar ga je de trillingsmeter plaatsen? Nou, gezien dat mooie uitbouwtje, heb ik het idee dat ik hem daar niet zou plaatsen. Nee, hè? Dat is namelijk geen stijfpunt van de constructie. Ja, uitbouwtjes trillen eigenlijk wat meer. En in de SBRA-richtlijn staat dat je op een stijfpunt van het gebouw zelf moet meten. Dus ja, volgende slide laat dat ook netjes zien. Hè? Ik heb een mooi rood kruisje gezet van waar je dus niet moet meten. En een groen lachend gezichtje, ik weet niet of je dat kunt zien. Maar daar zit de trillingsmeter, als je heel goed kijkt, zie je ook een stipje. En de foto hiernaast zie je de trillingsmeter ook geplaatst staan. Dus dit is onze SBRA-meting. En vervolgens mochten we naar binnen. En op de eerste verdieping ervaarde de klant eigenlijk de meeste trillingen. En ja, weet je, om nou in de slaapkamer een trillingsmeter te plaatsen onder het bed, vond ik toch wel iets te ver gaan. Maar we hadden een heel goed alternatief. Ze hadden namelijk ook een grote inloopkast. En ik zeg van, joh, ik wil niet alleen een trillingsmeter plaatsen, maar ik wil ook een beetje vergelijken met andere trillingsmeters. Dus mag ik er gelijk 6 neerzetten? Nou, dat was geen probleem, zei hij. Dus een vierkante meter trillingsmeter hebben we geplaatst. Ik heb hem wel verteld van, voor een normale meting zetten we er dan eentje neer. Ja, dus het is niet zo dat dit standaard is voor iedere meting. En wat ik tevens heb gedaan, na een week meten, ben ik er weer geweest en heb ik alle trillingsmeters van positie gewisseld. Eigenlijk kun je daaruit afleiden van, ja, is nou de plaats van het meetpunt, is dat nou belangrijk? Is heel leerzaam, gaan we daar verder niet over hebben, want dit is de presentatie die gaat over rapportage. Dus, maar je ziet, er zijn 3 verschillende type trillingsmeters. En ik heb ze allemaal van positie gewisseld om te kijken van, nou, zie ik dan bij de ene trillingsmeter eigenlijk een hoger of een lager effect als bij de andere trillingsmeter. Nou, we doen eigenlijk hetzelfde als bij het andere project. We gaan eerst even naar die SBRA-meetresultaat kijken. En ik ben even uitgezoomd, dus ik zie hier de hele meetperiode. Je ziet aan de linkerkant dat ik op 23 september ben begonnen. En aan de rechterkant zie je dat het een beetje doorloopt tot aan 22 oktober. En dat grijze gedeelte aan de rechterkant betekent dat dan de meting is beëindigd. Dus dat is het einde van de meting. Ja, je ziet eigenlijk al meteen in deze trillingsmetingen dat er continu hoge trillingen zijn. Hè? Dus dat gaat gewoon dag en nacht gaat dat door. Er zitten wel wat gaatjes in hier. Ja, en wat ik ook zie is dat er vanaf een bepaalde datum zijn de trillingen zelfs nog iets hoger geworden. En dit zijn gewoon trillingen aan een woning. Hè? Dus men heeft daar, ik weet niet wat gedaan. Hè? Je zou de NS'ers kunnen bellen en zeggen, wat is er hier? Hebben ze hier iets extra of weet ik wat? Maar duidelijk is dat die 0,3 mm per seconde, waar ik het altijd over heb, ja, die wordt hier eigenlijk continu overschreden. En tijdens het plaatsen van de trillingsmeter bleek ook dat, je voelt echt iedere trein voorbij komen. Dan is voor mij natuurlijk weer gelijk van belang van, dit is SBRA, dus ik kijk gewoon weer eens even naar die hele hoge waarde. En als je hem dan aanwijst, dat is het leuke van deze software, van OmniDots, is dat hij dan meteen eigenlijk cirkeltjes aangeeft van, hey, deze trilling heb je geselecteerd. En je kunt dan ook gelijk door middel van dat gele blokje, wat daarnaast staat, click for traces, staat daarin, kun je ook gelijk naar de detailmeting kijken. Nou, doen we nog heel eventjes niet, doe het direct wel. Ja, nog eventjes altijd checken van, heb ik de juiste instellingen staan voor SBRA? Ja, de SBRA zijn natuurlijk andere instellingen. Je kijkt hier naar de draagconstructie begane grond. We kijken naar een categorie 2 gebouw, dat wil zeggen metselwerk. Wat is voor meting? Nou, ik heb maar 1 metertje eraan gehangen, dus dat is een indicatieve meting. Wat voor soort trillingen zijn dit? Dit zijn herhalende trillingen. En was dit een monumentaal gebouw? Nee, het was een normaal gebouw, niet monumentaal. Er zaten ook geen heel veel scheuren in het pand. Het was eigenlijk een heel mooi net pand.
Nou, dan gaan we dus kijken naar de meting. Hè. Dus nu kun je het gaan beoordelen. En dan heb je wederom weer het grafiekje waar je horizontaal de frequentie ziet. Dat loopt van 0 tot 100 hertz. En je ziet verticaal zie je dat de trillingen lopen van 0 mm per seconde tot 8 mm per seconde. En je ziet hier ook weer net boven de 1 mm, dat oranje pijltje, dat is in feite die maximale trilling. Die is ongeveer op 10 hertz geweest. En die valt ook hier weer ruim beneden de SBRA-richtlijn. Dus ook in feite hier is hetzelfde aan de hand als bij het vorige project. Men heeft hier, hoeft hier eigenlijk niet bovenmatig te vrezen voor schade aan het pand. Hé hey Martijn, ja? Even een snelle vraag tussendoor. 0,3 mm, is dat de voelbaarheidsgrens? Ja, dat is een soort voelbaarheidsgrens. Ja, ja. Okay. Ja, dus als je 0,3 voelt en meer, dan voel je de trillingen. En onder de 0,3 dan tussen aanhalingstekens een normaal persoon. Dat zijn natuurlijk altijd mensen die overgevoelig zijn voor wat betere zintuigen hebben. Maar ik leg altijd de grens bij 0,3 mm per seconde. Het is ook heel vaak zo dat mensen ervaren trillingen ook veel ernstiger dan dat een gebouw dat ervaart, zeg ik altijd maar. Dus mensen hebben het gevoel van, mijn gebouw stort in. Terwijl in feite, als we naar onze meetapparaatjes kijken, dan is er nog niet zoveel aan de hand. Het is ook zo, trillingen zijn ook dingen die heel indringend op je overkomen. Ja, je moet echt realiseren dat trillingen is iets heel onaangenaams. Hè? Dus zo gauw trillingen ook voelbaar worden en je bent er niet aan gewend, want dat is ook iets, treedt natuurlijk ook gewenning op. Als je dag en nacht achter het spoor, hè, langs het spoor zit en elke dag komen die treinen voorbij, er zijn mensen die zeggen, ja, mij valt het al niet eens meer op. Hè? Dus, maar je kunt ze dus voelen vanaf 0,3 mm per seconde. Nou, ik wil dan toch nog eventjes kijken naar die detailmeting. He, als ik hem dan aanklik, wat zie ik dan? Nou, ook hier zie je weer een grafiekje met trillingen. Horizontaal zie je dan een detailmeting. Ja, en dat is geen klein detailmetingje van een secondetje of zo. Ook niet twee, nee. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, ruim 8 seconden aan trillingen. Dit is dus duidelijk een trilling die heel lang voortduurt. Ja, dit kan niet anders dan dat dit een trein is die voorbij rijdt. Zelfs een vrachtwagen die voorbij rijdt, dat heb je daarnet gezien, die heeft A, een hele andere frequentie als het ware, maar die heeft ook een veel kortere duur. Je kunt ook nog kijken naar het frequentiespectrum, dus welke frequenties zitten hierin. Nou, die vrachtwagen die zat zo'n beetje rond de 5 hertz, hè, dat zit hier ook wel een beetje in. Maar hier zie je toch wel dat het zo rond de 10 hertz ook wel een hele hoge piek geeft. Is voor, als je er vaak naar kijkt, naar dit soort plaatjes, dan kun je eigenlijk ook wel zien van wat voor type trilling is dit. Hè? Is dit een trein of een vrachtwagen of is er iemand die door een huis heen loopt en zijn dit voetstappen als het ware. Dus SBRA, klaar. Ja, nu gaan we naar SBRB. En ik wil niet gelijk de hele meting laten zien, maar ik wil gelijk eens eventjes inzoomen. Gewoon helemaal weer inzoomen zoals we daarnet hebben gedaan. Een heel klein stukje meetperiode zie je hier. Van 11, 10, 20 uur 56 tot 11, 10, 21 uur 32. Dus dat zijn eigenlijk maar een paar minuten die je hier ziet. En zit het nou, hè, want ik wil weten van, zijn er veel verstorende trillingen in zo'n meting? En dat doe je eigenlijk door twee meetgegevens met elkaar te vergelijken. Ja, allereerst kijk ik naar twee metingen op dezelfde plek. Hè, je had daarnet gezien, ik had er 6 staan. En de twee swarmmeters, die stonden ongeveer, nou wat zullen we zeggen, 40 centimeter uit elkaar. Maakt dat nou veel uit? Ja, nou, ik kijk even op de ene en nu maak ik hetzelfde grafiekje. Ik ga op de volgende klikken en dan zie je dat dit meetpunt 13 is, ook ingezoomd met dezelfde horizontale as en dezelfde verticale as. Hier komt die. Toep. En voor de goede opletters, die hebben allemaal gezien dat de meetwaardes allemaal ietsje kleiner zijn geworden. Dus als ik even weer terug ga naar die vorige, nu zijn ze weer iets groter. Ja. En wat is dat iets dan? Want ik zou eigenlijk verwachten dat natuurlijk in de ideale wereld zouden alle trillingsmeters precies evenveel aangeven. Maar je ziet hier eigenlijk
dat binnen de nauwkeurigheid van het meetapparaat je ook te maken hebt met de locatie waar je aan het meten bent. En dat is wel degelijk, als je inzoomt, zie je eigenlijk wel dat dat meer is dan 10%. Ja? Dit gaat eigenlijk meer naar plus of min 20%. Dus het is eigenlijk veel meer van belang dat je op de goede plek meet, waar de persoon de hinder ondervindt. Ja, als ik misschien een andere kamer had genomen, dat ik daar misschien nog wel meer trillingen had gemeten. Want dit was maar een klein kamertje met een kleine overspanning. Als ik een grote woonkamer, een grote slaapkamer heb en ik ga in het midden van die slaapkamer, dan heb ik in feite een nog slappere constructie. Zou ik dus nog meer trillingen kunnen hebben. Dus dat is even iets wat ontzettend belangrijk is. Hè? We kunnen wel gaan liggen muggenziften over is iets 0,8 of 0,86. Maar een goede meetpuntlocatie is minimaal net zo belangrijk. Toont ook in feite aan, en dat voelde ik boven in de woonkamers, of in de slaapkamer en in die kast ook. Dit was een houten vloer. En ja, een houten vloer beweegt natuurlijk veel makkelijker, hè, trilt veel meer dan een hele grote zware betonnen vloer. Dus je zou bijvoorbeeld zo'n klant misschien al een beetje kunnen helpen door te zeggen van nou, sloop je hele eerste verdieping, sloop je die maar uit en maak daar maar een grote dikke betonnen vloer van. Misschien dat dan de trillingen wat minder zullen worden. Ik weet niet of je daar blij mee zal zijn. Maar in ieder geval, het toont wel weer aan dat goed meten is ook weer een vak. Dan hebben we nog een meting buiten. Hè? Had ik verteld. Ik had aan de buitenkant van de gevel had ik een trillingsmeter gehad. Ja, als er een trein voorbij komt, dan verwacht ik dat die treintrilling zowel buiten meetbaar is aan de gevel als binnen in die kast. Terwijl als er iemand die kast inloopt, ja, en een paar nieuwe schoenen pakt en weer uit die kast loopt, dan verwacht ik eigenlijk dat dat niet meetbaar is aan de buitengevel. Ja, dat, die trillingjes zijn zo klein. Maar die hele gevoelige trillingsmeter in de kast, die zou dat natuurlijk wel moeten kunnen meten. Nou, eens even kijken, hoe zat dat hier? Nou, ik moet even zeggen, de schaal aan de, is hier wel iets groter. Ja, omdat die trillingen namelijk nog iets kleiner waren. Dus ik heb een beetje ingezoomd qua schaal. Maar het is dezelfde tijd. En je ziet dus in feite dat alle trillingen die ik boven meet, deze, die komen ook één op één terug in de SBRA-meting. Dus ik kan hier zien dat eigenlijk voor grote delen van de periodes dat er niemand in die kast is en dat er geen verstorende trillingen zijn geweest voor een grootste gedeelte. Ik kom er nog op terug. Ja, en laten we eens even kijken naar de hele SBRB-meting. Ja. Hier zie je in feite, ja, niet zozeer terug van dat er in één keer veel meer trillingen zullen zijn dan dat ik aan de buitengevel heb gemeten. Maar je ziet het een klein beetje terug. Ja, niet zo heel veel. Wat je ook ziet is, ja, er zijn continu trillingen, ja, die vrij hoog zijn. En dat geeft dan ook, komt dat ook tot uitdrukking in de gemiddelden. Hè? Dus die gemiddelde waardes, die stippellijntjes, ja, je moet ze hier een beetje zoeken, die liggen ook een stuk hoger als bij het eerste project. Dat is ook vrij logisch. Als ik heel veel trillingen heb die hoog zijn, dan beïnvloedt dat het gemiddelde. Nou, vervolgens ga ik dan in mijn tabelletjes kijken die onder de grafiekjes zitten. Ja, en dan heb ik wederom, ik weet dat het niet leesbaar is. Wees niet bevreesd. Zo goed zijn mijn ogen zelfs ook niet. Maar in feite loop je door die hele tabel met alle meetdagen heen. En je kijkt eigenlijk naar die laatste kolom. En vertrouw mij, er staat continu voldoet niet, voldoet niet, voldoet niet, voldoet niet, voldoet niet, voldoet niet. En dat gaat zomaar door. Ja, volgende slide. Hey, daar zie ik in één keer twee periodes dat hij voldoet. Ja, dat is natuurlijk opmerkelijk, hè? Dus dat zou ik dan wel eens even nader willen onderzoeken. Ja, ik scroll nog eens een beetje verder. Voldoet allemaal niet. Ik scroll nog een keer verder. Voldoet allemaal niet. Nou, dan ga ik dus even kijken van waar is die periode dan dat hij wel voldoet? Waarom voldoet een periode? Ja, dat is precies op het moment dat er geen treinen rijden. Ja, dus dat verklaart natuurlijk een hoop. Ja, dus als het dus rustig is en de bewoners wel thuis zijn, heen en weer lopen in de woning en er zijn geen treinen, dan heb ik wel voldoende trillingen die voldoen. Oké, nou, dan gaan we eens even naar die andere meter kijken. Ook daar heel veel tabelletjes die je door moet lopen, maar gelukkig doet de software het heel netjes. Dus die ik kan meteen in één oogopslag zien dat het allemaal goed gaat. En dan de allerlaatste regel, ja, daar staat die. Voldoet. Ja, eens even kijken hoor. Wanneer voldoet hij? We zoomen in op dat meetpunt. En ja hoor, geen trillingen.
Ja, dus het is vrij duidelijk dat hier toch de trillingen van de treinen hier zeer dominant aanwezig zijn. Wat ik ook zie hier zijn deze twee piekjes hier iets verderop. Ja, ik zal ze even aanwijzen. Dat zijn deze twee. Wat is hier aan de hand? Hè? Dat zijn toch ook wel hele hoge waardes. Nou, dan ga ik weer even terug naar buiten. Dan ga ik even kijken, zie ik ze daar ook? En, daar zie ik ze dus niet. Dus hier zijn mensen in de kast geweest, zeg maar. Hè? In de kast en uit de kast. Ja, dus men heeft hier een paar schoenen aangedaan. En die pasten natuurlijk niet. Dus hier hebben ze gezegd van, nou, ik doe toch maar een paar andere schoenen aan. Een paar uur later. Of waarschijnlijk pantoffels, want die knellende schoenen zaten natuurlijk niet lekker. Dus dit soort stoortrillingjes, ja, die mag je natuurlijk niet meenemen. Hè? Dat is niet ten gevolge van de treinen. Dus die moeten we er eigenlijk uithalen. Er waren ook, de bewoners waren ook een aantal dagen niet thuis. En dat geeft natuurlijk mij ook nog eens een extra controle om te kijken van, heb ik nou trillingen door de bewoners? Ja dan nee. En wat je dan hier ziet is eigenlijk, ja, al ondanks dat ze niet thuis zijn, zie ik toch nog heel veel hoge trillingen. Dus dit is wederom iets waar ik van zeg, ja, oké, zie je, dit is in principe door de bewoners niet veroorzaakt. Wat je wel ziet is een hele hoge piek vlak voordat ze weggaan. Ja, natuurlijk, als je een weekendje weggaat, dan neem je kleren mee. Ja, dus dan gaat die kastdeur open, je loopt naar binnen, je krijgt een hoge trilling en dan ben je weg. En dan, ik dacht zelf van, nou, hier komen de bewoners thuis. Hè, dus hier heb ik weer een hoge trilling. Dus die heb ik ook eens nader bekeken. En wat blijkt, die trilling die blijkt ook in de buitenmeter te zitten. En bij navraag bij de bewoners, zeiden ze, ja, we waren 's avonds thuis. We gingen slapen. En in één keer komt er een hele zware goederentrein voorbij, die dus die trillingen geeft. Die hebben ze ook netjes nog gemeld op een of andere website. En ik zeg, nou, volgens mij heb ik hem dan gemeten. Want als ik naar de detailmeting kijk, dan was dit die goederentrein die voorbij kwam. En dit is dan het spectrum wat daarbij hoort. Ja, dus je ziet eigenlijk ook weer die piek hier en deze en die. Typisch van een trein die voorbij komt. Vervolgens ga ik dan ook nog eens even kijken van, wat zijn nu de waardes geweest terwijl die mensen er niet waren? Hè? En dan ga ik eens even inzoomen op die mooie tabel. Ik hoop dat jullie dit wel een beetje kunnen zien. Bewoners zijn niet thuis. Ik zie het behoorlijk goed. Ja, hè? Ik heb mijn best gedaan. En wat je hier eigenlijk ziet is, ik heb hier een lang rechthoekje staan. En daar staan eigenlijk allemaal getalletjes in die groter zijn dan 0,1. En dat is in feite de eis voor het gemiddelde. Ja, dus hij mag niet boven dat gemiddelde uitkomen. Nou, het eerste rode vierkantje aan de bovenkant geeft aan 0,98. Ja, dat is groter als 0,8, wat in feite toelaatbaar zou zijn. Ja, dus die heeft een rood vierkantje gekregen. Die 0,76 valt er net onder. Maar dan voldoet het gemiddelde weer niet. Dat is 0,17. Ja, dus of je ziet hier een vierkantje van een waarde die te hoog is. Sterker nog, ik had hier eigenlijk die 0,76. Ik ben er eentje vergeten zelfs nog aan te geven. Die had eigenlijk ook nog rood moeten zijn. Dat is in de nacht. Dus op de derde regel de 0,76. Die is namelijk groter als 0,4. Want in de nacht zijn we natuurlijk wat strenger. Maar je ziet eigenlijk dat ook 's nachts de trillingen nog steeds behoorlijk zijn hier. En dan die goederentrein. Ja, die was 1,9. Ja, die heb ik maar even in dik rood aangegeven. Ja, die voldoet ruim niet, zullen we maar zeggen. Nou, dan komen we een beetje tot, we hebben nu genoeg geanalyseerd. We komen nu tot analyse en conclusies. Mijn eerste vraag die ik ook aan jullie wil stellen. Ik heb 26 dagen gemeten. 26 dagen, bijna een maand zullen we zeggen. Mijn eerste vraag is eigenlijk 26 dagen, is dat voldoende om een goed oordeel te krijgen voor deze meting? Ja, en ik poneer de vraag nu aan de rechterkant. En ik zou het graag willen weten van jullie. Ik zie dat de meeste mensen toch wel het met mij eens zijn. Dat 26 dagen meten wel goed is. Je zou ook nog kunnen zeggen van, ja, stel dat ik hier 1 week had gemeten. Ja, dan had ik die goederentrein niet gezien waarschijnlijk. Dus ik zou wel willen adviseren, gaan we bij treinen meten, dat het 1 weekje is eigenlijk te kort. Hè? Ik ben het dus met de meerderheid eens. Hè? Dus
26 dagen is in dit geval wel genoeg geweest om een goed beeld te krijgen. Heb ik nog een volgende vraag. En is, ja, de belangrijkste is feitelijk, die mensen die zeggen zelf dat ze last hebben van trillingen. Maar wij hebben nu de meetdata. Hè? Dus onafhankelijk hebben we nu gemeten met gecalibreerde apparatuur. En de vraag is eigenlijk van, ja, hebben deze bewoners nou recht van spreken? Hebben ze nou last van die trillingen of hebben ze dat niet? En ik ben het ook met iedereen eens die nu ja heeft gezegd. Deze mensen hebben echt wel last van de trillingen. Hoewel het toch nog kan zijn dat de mensen zelf soms aangeven van ja, het trilt wel een beetje, maar ik heb er geen last van. Hè? Dit is echt wel iets meer dan gewoon een klein beetje overschrijding. En met name, waar met name over geklaagd wordt, dat is natuurlijk die incidentele vrachttrein die dan voorbij komt. Hè? Een trein met extreem veel trillingen. Die schiet er ook echt fors bovenuit. Hè? Dus je zou het hier al kunnen oplossen door te zeggen van nou, die vrachttreinen, dat is geen idee om die 's nachts daar voorbij te sturen. Er zitten natuurlijk wel enorm economische belangen aan vast. Hè? Dus het is voor mij makkelijk om te zeggen van die trein maar niet. Maar ja, die trein zal waarschijnlijk wel iets belangrijks vervoeren, waar ik dan weer niet aan denk, zal ik maar zeggen, waar ik dan weer last van heb. Maar in feite, ja, weet je, door middel van zo'n meting als dit kun je eigenlijk wel onomstotelijk vaststellen dat deze mensen echt wel last hebben van trillingen. Ja. Heb ik nog een derde vraag? Ja, wordt hier dan eigenlijk wel voldaan aan de SBRB-richtlijn? Wat ik het belangrijkste eigenlijk nu vind, is dat iedereen wel een antwoord heeft en dat eigenlijk niemand zegt van dat kan ik niet beoordelen. Want dan zou in feite de cursus of dit webinar geen goede functie hebben gehad. Heb ik het niet goed uitgelegd. Dus de strikvraag is eigenlijk van, zijn er mensen die het niet kunnen beoordelen? En als iemand zegt, ja, er wordt hier wel voldaan aan de SBRB-richtlijn, die personen die zou ik dan ook graag eens een keertje apart willen spreken, waarom zij denken dat hier wel wordt voldaan aan de SBRB-richtlijn. Het kan zijn dat ze dyslectisch zijn en dat ze in feite nee intikken, terwijl ze per ongeluk ja aanklikken. Kan natuurlijk ook, Marco. Maar oké, toch nog drie mensen die eigenlijk zeggen van, er wordt hier voldaan aan de SBR-richtlijn. Dus ik vind dat opmerkelijk, ja. Maar misschien is het omdat het anoniem is dat mensen expres ja intikken en dan mijn reactie afwachten. Geen idee, ja. Dat denk ik ook. Okay. Ik vind het wel goed, het merendeel, 82% vind ik een mooie score. En de mooiste score vind ik eigenlijk de 0%, dat mensen het niet kunnen beoordelen. Want dat betekent in feite dat mensen toch wel het gevoel hebben dat ze dat nu goed kunnen. Even kijken, terug naar mijn presentatie. Ja, dus ja, ik had deze natuurlijk op voorhand al opgeschreven. Als ik nou even samenvattend moet oordelen over deze tweede case. Ja, ik heb continu gemeten, ja, overdag en 's avonds gedurende 26 dagen. Ik heb in feite gemeten met twee meetsystemen, hè, binnen en buiten. Binnen heb ik natuurlijk al wel 6 neergezet, maar in feite zie ik dat als 1 meetsysteem. Het zijn goed voelbare trillingen, zowel overdag en 's avonds, maar ook 's nachts. En sporadisch zie je dus een grotere trein met significant hogere waardes. En op een enkele uitzondering na voldoen eigenlijk de trillingen niet aan de SBRB-richtlijn. Dus als deze eigenlijk als eis plotseling zou worden gesteld, ja, dan moeten we het verkeer, treinverkeer daar stilleggen. Lijkt mij onmogelijk, maar als er geen treinen rijden, dan wordt er wel voldaan aan de SBRB. Dus dan zijn er geen andere stoortrillingen die daar aanwezig zijn. Wat je wel ziet is dat de bewoners soms de trillingen verstoren, maar meestal zijn de treinen de oorzaak van de trillingen. En als er dan mensen zeggen, ja, maar mijn huis scheurt dwars door midden, dan zeg ik, ja, sorry, maar die kans op schade is echt onrealistisch. Hè? Dus de kans op schade hier is kleiner dan 1%.
Dus ja, heb ik eigenlijk nog één laatste vraag die ik aan de deelnemers wil stellen. En dat is in feite van, ja, wat vinden jullie van mijn conclusies? Ja, die ik zojuist heb gedaan. Zijn jullie het daarmee eens? Of helemaal oneens? Ik heb redelijk wat variaties bedacht. Dus er is iemand helemaal mee oneens. Kan dat nou? Misschien kan die persoon nog even aangeven die het er helemaal mee oneens is. Waarom die persoon het er mee oneens is. Marco, wil jij de chat dan even in de gaten houden? Ja, ik hou het in de gaten. Want het blijkt volgens mij maar één dissident. Is meneer Trump toevallig hier aanwezig? Sorry. Ik krijg wel van iemand binnen grapje. Dus. Grapje, ja, gelukkig. Maar dat betekent dus eigenlijk van ja, mijn verhaal is kennelijk duidelijk geweest. En ja, komen we eigenlijk een beetje tot afronding van onze webinar. Ja, dat is in feite van, ja, we hebben nu alles geanalyseerd. Wat moet er nou nog in een rapportage? Ik begin eigenlijk altijd met een project met een monitoringsplan. Hè? Dus ik begin eigenlijk met het maken van een rapport waarin ik zeg van, joh, ik ga ze op die manier meten en daarom en alles van tevoren mooi bekijken. En als dat dan gedaan is, dat monitoringsplan, en ik ga de meetapparatuur plaatsen, dan komt er een installatiememo. Dus ik schrijf op met welke instellingen ik waar heb gemeten, zodat de mensen daarvan op de hoogte zijn. En vervolgens kun je in feite automatisch een dagelijkse of een wekelijkse rapportage instellen. Maar je moet dus wel heel erg oppassen dat zo'n rapportage gewoon niks anders is als een black box. Ja? Dus die meetresultaten worden over de schutting gegooid en er zit geen analyse achter. En ja, wat voor gegevens zijn dan eigenlijk belangrijk voor zo'n rapportage? En ik vind het ontzettend belangrijk dat reproduceerbaarheid van een meting gedaan kan worden. Dus iemand anders, die moet met mijn rapport een eigenlijk exact dezelfde meting kunnen uitvoeren en daar ook ja, bijna nagenoeg exact dezelfde resultaten uit kunnen destilleren. Ja, dat is, ik vind dat zo ontzettend belangrijk dat je in een rapport moet kunnen zien van waar is gemeten, hè, echt bij wijze van spreken met foto's erbij, met welke apparatuur is er gemeten. Ja, ik vind dat zo ontzettend belangrijk dat iemand anders zou zo'n meting ook moeten kunnen doen. Data-integriteit vind ik ook ontzettend belangrijk. Ja, je doet metingen met gekalibreerde apparatuur en het kan niet zo zijn dat er die data gemanipuleerd kan worden. Ja, dus in mijn beleving is het ook altijd zo, alle leveranciers of leveranciers van meetapparatuur, die zorgen daar ook voor. Het is wel zo dat heel veel leveranciers ook de mogelijkheid genereren om de data te exporteren. Dus ik kan alles exporteren naar Excel en dan kan ik de data wel manipuleren. Dus in geval van twijfel, vraag altijd de brongegevens op. Ja? Ook Omnidots, die kan brongegevens, bewaart brongegevens. Marco, hoe lang bewaren jullie de gegevens? Erg lang. Erg lang, oké. Okay. Volgens mij, volgens de SBRB, moet je ze dus minimaal 7 jaar bewaren. Dus, en als jij dat niet doet, dan doe ik dat. Maar ik kan natuurlijk niet de brongegevens bewaren. Hè? Dus dat is nog iets wat heel belangrijk is. En ik zeg altijd, maak veel foto's. Ja? Op een foto staat eigenlijk alles van de omgeving. En maak een detailfoto en een omgevingsfoto. Nou, wat moet er dan uiteindelijk in een rapportage volgens de SBRB? Nou, dat zijn eigenlijk alle standaard dingetjes. Hè? Dus de adresgegevens, de meetspecialist, de datum en tijd en een omschrijving van de bron en het gebouw. De locatie. Puntje 7 is een aparte. Die zou je eigenlijk gebruiken voor als je predicties gaat maken. Dus als je zegt van joh, ik wil in de toekomst eens kijken van joh, ik heb deze grondsoort, maar een andere project, kan ik hier een predictie van maken? Heel vaak worden daar grondgegevens voor gebruikt. En de SBRB, die eist in feite dat je eigenlijk bij iedere meting die geotechnische gegevens ook mee bewaart, zodat je in feite die meetdata voor de toekomst kunt gebruiken. Is voor de analyse op zich van de meting niet van belang. De locatie van de meetpunten en de gebruikte meetapparatuur. Is dat alles? Nee, nog een paar meer.
een overzicht van de gemeten topwaardes, een motivatie in welke klassificatie je het gebouw hebt gedaan en een aanduiding voor overige omstandigheden van belang. Dus doortrillingen als het ware. Zijn er dan nog meer dingen die niet in het SBRB staan, maar die ik wel van belang vind? Ja, die zijn er. Ik zou zeggen, ik vind het ook wel belangrijk dat je de resultaten beoordeelt, een conclusie erin schrijft, uitgangspunten aangeeft, revisie hanteert, kalibratiecertificaten laat zien en significante detailgegevens laat zien. Hè? Dus die traces die ik elke keer liet zien, ja, dat vind ik ook altijd wel heel goed. Nou, kom ik tot de conclusie. Rapportage is eigenlijk niet mogelijk zonder goede analyse. Ik hoop dat ik dat bij deze heb aangetoond. Let heel goed op stoortrillingen. En door met meerdere systemen te meten kun je die stoortrillingen eigenlijk relatief eenvoudig detecteren. Dus ja, mijn advies is, ga nooit met 1 meter op pad, maar neem er 2 of 3 mee en doe daar je meting mee. Het maakt de kwaliteit van je meting een stuk beter. Er is een groot verschil tussen hinder en schade. Ja, dat zijn echt 2 verschillende dingen. En je ziet ook van, mensen hebben wel hinder, maar de kans op schade is toch vaak kleiner dan 1%. Ja, dus voordat er schade is eigenlijk, hebben mensen ook al behoorlijk wat hinder ondervonden. Hè? Dus het gaat eigenlijk hand in hand. En natuurlijk, last but not least, neem contact op met Allnemics voor de predicties, metingen en goede analyses. Ik hoop dat jullie dat mee hebben gekregen. Komen we toe aan de vragen, Marco? Ja. Zijn er die nog? Ja, zeker. Bedankt voor het verhaal. En ja. ik heb er in ieder geval wat van opgestoken, dus dat is echt super. Ja, gelukkig. Gelukkig. 1 persoon die iets heeft geleerd vandaag. Ja, de rest die praat alleen maar via de chat. Dus, Ja. Het is niet anders. Ja, ik heb veel vragen binnengekregen. En ja, ik denk dat het te veel is. Het is meer dan een A4'tje vol. 2 zelfs. Dus het wordt wat veel. Dus ik zal maar even een paar eruit pikken. En dan kijken we even hoe ver we komen. Oké. Okay. Laten we bij een simpele vraag beginnen. Moeten trillingsmeters gekalibreerd worden? En welk systeem heeft de voorkeur? Ja, trillingsmeters moeten gekalibreerd worden. Ik zou minimaal 1 keer per 2 jaar de trillingsmeters laten kalibreren. Voor hele, hele belangrijke metingen zou ik ze eigenlijk kalibreren vooraf en achteraf, zodat je weet dat in de tussenliggende periode altijd met een gekalibreerde meter is gemeten. Aan de andere kant, mijn ervaringen zijn wel dat bij kalibraties worden nagenoeg nooit, als je tenminste netjes omgaat met je apparatuur, grote afwijkingen gevonden. Dus dat is altijd wel heel belangrijk. Hè? Meters met gekalibreerde apparatuur. Ja, oké, mooi. Ja. En dan de volgende vraag. Hoe kun je VPER bepalen als er veel stoortrillingen zijn geweest? Die data moet je dan toch eigenlijk bewerken? Ja, klopt. Helaas, in de Omnidot software kun je niet een trillingje aanklikken en zeggen van, nou, doe die er maar bij uit. Bij deze dus het verzoek tot wijziging van de software, want dat zou mijn leven een stuk eenvoudiger maken. Als je een stoortrilling eruit wil hebben, dan moet je de data exporteren naar Excel. En in Excel krijg je dan een groot blok met getallen. En dan moet je eigenlijk handmatig die periode selecteren en het gemiddelde van al die trillingen bepalen. Waarbij je dus die ene trilling die te hoog was, die moet je er even uitgooien. Ja? Dus die moet dan op 0 gezet worden. Wat je ook zou kunnen doen, is de VPER bepalen zoals die dan al is. En je kunt natuurlijk beredeneren hoeveel periodes er, hoeveel meetintervallen er zitten in 1 periode. Ja, want je moet dat delen door 30 seconden. En bijvoorbeeld als dat de dagperiode is, is dat van 's ochtends 7 tot 's avonds 7. Dat zijn een hele hoop secondes, maar die deel je door 30. En dan heb je het aantal periodes. En in feite, als je er dan een trilling uithaalt van 2 mm per seconde, ja, dan moet je dat in feite door dat aantal periodes delen. Dat moet je van het gemiddelde afhalen. Met andere woorden, het is wel te doen, maar ik zou zeggen, doe het in Excel. Ja. Maar het is heel veel handwerk, hè? Dus het verwijderen van stoortrillingen is soms lastiger dan om te zeggen van, weet je wat, ik neem gewoon een andere periode waarin die stoortrilling niet voorkomt, hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen.
En even kijken, dan hebben we nog één vraag. We zijn al ruim een uur bezig, dus ik denk... Ja, de uur is alweer geweest, ja. Maar ja. We doen er nog één, kom. Precies. Hit me. Hey, oké. Okay. Je geeft aan dat je minimaal 1 week moet meten. Onze ervaring is dat onbemand meten in een woning wordt verstoord doordat bewoners in een woning aanwezig zijn. Ja. Nou, hoe sluiten we dat dus eigenlijk uit? Nou ja, je hebt hier eigenlijk het perfecte voorbeeld gezien. Je meet dus in een kamer waar de bewoners niet komen, ja, dat, of nauwelijks komen. Je kijkt gewoon of die bewoners een keer een weekje op vakantie gaan en dan ga je in die week vakantie meten. Dat zijn natuurlijk ook opties, ja, want de trillingen gaan meestal wel gewoon door. Maar dat blijft lastig. Ja? Dus of je bent genoodzaakt om al die stoortrillingjes eruit te halen, of je moet op een slimme manier even kijken van of je dat kunt voor elkaar kunt krijgen om te meten op een plek waar ze dan niet zijn. Of zorgen dat ze er eventjes gewoon feitelijk niet zijn. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, ja, weet je, als ze er 1 dag niet zijn, overdag aan het werk, en ik heb dan nog steeds die trillingen, dat zou dan ook een hele goede indicatie kunnen zijn. Blijft lastig. Ben ik helemaal met de vraagsteller eens. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En ook nog met dank aan Georent om de locatie ter beschikking te stellen waar we fantastische metingen hebben kunnen doen en heel veel kunnen leren. Bedankt allemaal voor het meedoen. En Martijn, nogmaals bedankt voor de interessante presentatie. Veel van geleerd. En wij komen na de webinar terug op de vragen. Bedankt vandaag!